Naast de spanning levert het NK tegelwippen Schiedam een hoop vergroening op. En in de wedstrijd tussen Vlaardingen en Schiedam is er een hele hoop gewipt. Bij Be Serious, waar ze sterke dranken maken van honing, ging er een parkeerplek op de schop. We hebben geprobeerd daar een klein tuintje van te maken. Het is maar een paar vierkante meter. Maar ja, het is zo'n ander gezicht en zo'n andere beleving. En eigenlijk zijn we er ook nog wel een beetje trots op ook. Op zich is het heel goed voor natuur en milieu en biodiversiteit. Als ze tenminste de juiste plantjes er laten groeien. Maar het is ook heel goed voor de wateropname in de bodem. En voor het reduceren van de warmte. Want tegels worden veel warmer dan een tuintje. De gemeente moedigt het aanleggen van tuintjes verder aan door gratis aanlegdiensten te verlenen. Daarvoor wordt buurtwerkplaats De Buren ingezet. Dat is onderdeel van een plan van Waterklaag om heel veel geveltuinen in de stad te gaan aanleggen. En daarmee hopen we dan ook als stad het NK tegelwippen te gaan winnen. Dus dit is er eentje, die hebben wij aangelegd in de lente. Die loopt ook door om de hoek nog. En die wordt beheerd door de mensen van het wijkhuis, dus met name de Vrienden van Oost, de bewonersvereniging. Die hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te gaan zorgen. Volgens mij is dat een langlopende actie, ook nog na het NK tegelwippen. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar er is budget gereserveerd voor volgens mij in totaal 300 meter geveltuin. En we hebben er maar een klein stukje aangelegd, dus ik zou zeggen vraag aan, want dan kunnen wij aan de slag. Of zo'n tuin aanleggen en onderhouden nou moeilijk is, deze tegelwippers vinden van niet. Probeer er iets leuks van te maken. Bedenk van tevoren wat je wil, maar verwacht niet onmiddellijk wonderen. Want meestal ligt er een soort van zandgrond onder die tegels. Dat hebben ze gedaan om het allemaal een beetje te effenen. En dat is niet zulke hele vruchtbare grond. Dus zorg dat je wel eerst die grond een beetje rijker maakt. En ga er dan iets zaaien. Ik zou zelf zeggen, zet er wat meerjarige planten in. Dus niet alleen maar viooltjes of zo. Want dan moet je elke keer nieuwe plantjes erin gaan zetten. Dat is zonde. Voor de rest is het een beetje, als droog is een beetje water geven. Liefst uit een regenton natuurlijk. Want dan hebben we voor Waterklaar natuurlijk ook weer een mooie slag. Af en toe het vuil er een beetje uithalen. Want er waait natuurlijk wel eens wat in. Omdat het tegen de muur zit. En veel meer is het niet.